Hallo mensen van YouTube, leuk dat jullie kijken. Vandaag een leuke aflevering van mijn nieuwe Kingdom server. We gaan het als volgt doen. Als je hier spant, dan moet je even slash register wachtwoord. En dan login wachtwoord. En dan kan je dit lezen. Welkom op deze Kingdom server, dit is Kingdom Jump op spelen. Nou, veel plezier. Nou, gaan we eerst naar de regels. Dan gaan we uitgebreide regels lezen. Regels. Nou, regel 1. Niet schelden, niet spammen, niet zeuren. Niet vragen om gamemode 1 op of hoge rank. Niet grieven in je eigen... Nee, niet in je eigen kingdom grieven. Dan moet je dat vergeten. Dan moet je doorgaan naar hier. Niemand slaan uit je eigen kingdom tenzij die geen straf heeft. Respecteer je koning of koningin. Koningin komt niet bijna vaak voor. Maar... als spreerde staf wil je in een kingdom gaan dan niet spammen. Dat staat daar ook maar, dat is even voor sommige mensen doen het nog. Jat niks uit je kingdom. Uit je eigen kingdom dan. Nou, hou je niet aan de regels, krijg je ban. Dit is gewoon niet de regel, maar dit is gewoon wat je echt moet doen. Ga je de staf negeren, dan krijg je tempel. Dus ga je denken van nee, wij roepen je en doe je niet wat de koning zegt. Dat vond ik een beetje een streng regel. Meer dat ga je niet mee. Of niet als je gaat koppen halen. Nee, dat doe ik niet. Je moet het wisselen. Nee, dat hoeft dan weer niet. Ga je spelers uitschelden, dan krijg je ban. Maar dat was wel duidelijk. Nou, dan gaan we op naar de staf. En dan. Ik ben natuurlijk owner, DJ Danny heeft een, ik snap niet waarom die data skin heeft, maar die is co-owner. En dan vraag je af, waar is de fuck mod, helper, en er staat invite. Ja, dat klopt. Want, je kan een invite winnen voor een mod, helper. Die invite, daar ga ik nog een filmpje over maken. Waarschijnlijk gaat het dus livestream, want ik ga ook livestreamen. Maar dat weten jullie volgens mij nog niet. Ik weet niet zeker. Oké. Dan gaan we nu naar Division Warps. Denk je van, waarom zit het groene bol? Nou, Warp Kingdom. Nou, die bestaat. Dus de groene Warp Drop Party bestaat. Warp Community Craft bestaat nog niet. Warp Span bestaat. En de rest, parcours, ja, die moet ik nog afmaken. Maar. En coming up. En dan is dit het parcours. Je denkt van, what the fuck? Weet je hoe fucking makkelijk? Dat dacht ik ook al, maar er komen niet zo heel waardevolle spullen. En dan staan hier twee van mijn roosters. En dan doe ik even Warp Drop Party. Kom je hieruit en dan denk ik van, what the fuck? En dan ga ik hierin staan. Maar af en toe vlieg ik ook wel zo'n beetje rond. Ik in de hoekjes een beetje gaan strooien. Dan ga ik op de muur staan. Dit is dan de lobby en dan gaan we het Warp Kingdom doen. Dan gaan we dat even laten zien. Ik wil even nog wat over de livestream zeggen. We gaan binnenkort ook een livestream doen en dat is, ik weet nog niet met wie, maar ik ga binnenkort luisteren. Nou, Kingdoms, nou, Yennava, Konings, nou, Koning en de volledige MC-naam. Nou, Yennava, ik ben dan Koning en mijn volledige MC-naam, Timothy. Entropia, Koning Danny, DJ Danny, nou, Molino nog niemand, Deros ook nog niemand, Boor nog niemand, Empire met Invite, Cleese nog niemand, Tixen nog niemand, en Veen is Koning Robin met Robin 1999 dinges. Ik zal vertellen hoe je die invite kan winnen met Empire, Helios en Elementals. Ik denk dat ik zelf misschien van Yennava misschien een keer naar Empire ga. En dat de koning van Empire, want dat die dan naar Java gaat. Ja. Hoe kan je die Empire met invite winnen? Heel simpel. Nou, je gaat onder dit filmpje ga je Skype naam zetten
en waarom je in een van deze kingdoms wil. En ja, of je goed kan bouwen of zo. Dus lijkt je leuk om een Empire Helios op Elementos te willen? Moet je het even zeggen. Teros geen invite, Malino, Bork, Lissi, Tisa geen invite. Gewoon wie het eerste maalt, wie het eerste, je weet wel wat gezegde ding is. Wat info, 15 man in elk kingdom, die land mag groot, je mag niet stelen als er niemand is. Dus als er wel iemand is, mag je wel stelen. Tips, ga Empire niet aanvallen, maar heb je grote rit, dat geldt ook voor je Nava. Bescherm je kingdom altijd, want je weet maar nooit. Nou, dit is het einde van de filmpje. Like, abonneer en kijk, als de luistering komt, kijk dan maar. Ik zal nog een filmpje maken wanneer die komt. En tot later.